Welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan we dit schattige cadeaudoosje maken. Kijk dan hoe leuk die eruit ziet. En daarvoor heb je onder andere nodig 36 mixed twin markers en een metallic foil coloring book van Decotime. En ze zijn deze week dus in de weekactie. Vandaag nog en morgen, dus ik zou zeggen, gaan we snel halen. Wat je nog meer nodig hebt voor deze is een lijm, schaar, scoringboard, snijmachine, schaar en een liniaal. Je kan dit doosje bijvoorbeeld gebruiken om chocolaatjes in te doen. Bijvoorbeeld van deze Rocher, Ferrero Rocher. Of dit is een Raffaello. Nou ja, is dan wel wat ik bedoel. Stroopwafels. Ja, misschien een leuk sieraad erin doen, wat je wil. Laten we snel gaan beginnen. Voor het cadeaudoosje gebruik ik Gouda Kamphuizen siroopwafels doosje. Alleen ik zal ook laten zien hoe je dit zelf kan maken. Zoals komt er een stappenplan en hier kan je alvast een beetje kijken hoe ik dit zelf gedaan heb. Je hebt een groot vel nodig van 25 bij 25 centimeter, het liefst wit. En denk eraan, hij moet nog groter worden. Want je gaat namelijk straks daar dingen nog omheen tekenen. Vervolgens ga je dus als eerste 7,5 centimeter vanaf de hoeken naar binnen aftekenen. En daarna trek je dus al die rode lijnen, zoals je bij stap 2 ziet. Vervolgens ga je de hoekjes rond afknippen bij stap 3. En tenslotte ga je bij stap 4 de laatste vakjes eraan tekenen. En daarna kan je hem dus helemaal knippen. En bij stap 2 staan eigenlijk ook meteen de scoringlijnen die je kan gebruiken. Ik ga de mijne dus overtrekken, want ja, ik heb dit doosje al. En ik zal straks ook nog de scoringlijnen, zeg maar de vouwlijnen, ook laten zien hoor. Ik heb dus echt een groot stuk wit karton gepakt. Dat kan je vaak bij Bruna kopen. En hier zie je dus de scoringlijnen. Je kan precies hetzelfde doen als bij jouw uitgeknipte voorbeeld. En ik doe niet precies op centimeter, maar ik leg hem gewoon echt op een scoringlijn waarvan ik denk, oké, daar gaat hij mooi. En als het goed is, hebben jullie dit al, deze vormen, zeg maar, getekend? Want dat moest je als een van de eerste stappen doen. Dus op deze lijnen ga je ook vouwlijnen maken. En nu ga ik dus een vierkantje van 7,5 bij 7,5 centimeter snijden. En daarna doe ik hem door het midden, zodat we een hoek van 45 graden kunnen maken voor de flapjes die in de binnenkant worden gevouwen. En die doe je ook weer met zo'n, maak je ook weer een vouwlijn van. En die vouw je dus zo naar binnen. Kijk, en dan vouw je hem uiteindelijk helemaal zo dicht. De flapjes zitten nu niet goed hoor, maar dit is even het voorbeeld. En nu gaan we in de Decotime Metallic Foil Coloring Books wat kleuren uitkiezen. Je kan nu ook ervoor kiezen om deze al in te kleuren als je wil, maar ik vond het wel leuk om deze kleuren zo te houden. En nu snij ik alles op maat. En ik haal er altijd een halve centimeter van af. Dus dit stukje is 9,5 bij 9,5. En de binnenkant is eigenlijk dus 10 centimeter bij 10 centimeter. Dus als je overal een halve centimeter afhaalt,
dan vind ik altijd een mooie kleur hebben. En ik ga 71 alcoholmarker gebruiken. Om te kijken of ze ook bij deze kleuren staan. Ik vond ze erg mooi staan, dus nu ga ik het helemaal inkleuren. Wat ik gemerkt heb is dat de brushkant eigenlijk niet bedoeld is om in te kleuren. En de stiftkant wel. Hierna was wel mijn stift zo goed als leeg. Alleen als je hem dus even laat staan, kan je daarna wel weer mee verder kleuren. En ik had dus de fout gemaakt om straks zeg maar met een metallic marker zeg maar eroverheen te gaan. Dat ik had dacht dus dat het ook een alcoholmarker was, maar ik was vergeten dat het een metallic marker was. En dan kreeg je van deze streep. Dus dat was heel lelijk, dus dat moet je niet doen. Gewoon 71 gebruiken. En voor deze gebruik ik een hoekjespons. En deze lijmweer, die is heel fijn. En hier ben ik het gewoon maar een beetje gaan knippen hoe ik het zelf wil hebben. En dan heb ik deze zeg maar op de andere gelegd, zodat die ook even groot zou worden. En ik dacht, ik laat dit stuk er wel in zien. Want dan kan je een beetje zien hoe ik uiteindelijk de vorm erin heb gekregen. Dat is dus eigenlijk gewoon door te doen en dan weer te kijken. En nu wilde ik een mooi item voor bovenop het doosje. Ik dacht eerst aan deze vogel. Ik weet even niet hoe deze vogel heet. Maar uiteindelijk is de vlinder geworden, want de vlinder was wat kleiner. En hier zie je dus die stift. En die deed het de tweede dag alweer wat beter. En ik gebruik wat klittenband om zeg maar het doosje dicht te kunnen maken. En hier is dan het eindresultaat. Dit is dan alweer het einde van de video. Ik ben heel erg benieuwd of jullie dit doosje ook gaan maken. Zo ja, wat gaan jullie erin doen? Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei!